We lezen met elkaar uit het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. 27e hoofdstuk, Genesis 27. Twee weken geleden is er een begin gemaakt door collega Johan Visser met de geboorte van Jacob en Esau. Het woord dat gegeven was aan Rebecca, dat de zegen, de eerste zegen over de jongste zou zijn en de meerdere de mindere zou dienen. En nu horen we het vervolg. Het gebeurde toen Isaac oud was geworden en zijn ogen dof waren geworden, zodat hij niet meer kon zien, dat hij zijn oudste zoon Esau riep en tegen hem zei, mijn zoon. En hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, zie toch, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, pak je jachtgerei, je pijlkoper en je boog, trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak dan een smakelijk gerecht voor me klaar, zoals ik het graag heb. En breng het me om te eten, dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. Nu luisterde Rebecca mee toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Esau ging het veld in om een stuk wild te jagen en dat mee te brengen. Toen zei Rebecca tegen Jacob, haar zoon, zie, ik heb je vader tegen Esau, je broer, horen zeggen, breng me een stuk wild en maak een smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten. Dan zal ik je voor het aangezicht van de Heere zegenen voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij twee goede geitenbokjes. Dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dan moet je, en dat moet je naar je vader brengen en hij zal het eten. Dan zal hij je zegenen voor zijn dood. Toen zei Jacob tegen Rebecca, zijn moeder, zie, mijn broer Esau is een behaarde man en ik heb een gladde huid. Misschien betast mijn vader mij. Dan zal ik in zijn ogen als een bedrieger zijn en zal ik een vloek over mij brengen en geen zegen. Maar zijn moeder zei tegen hem, je vloek is over mij, mijn zoon. En luister nu maar naar mijn stem en ga ze voor mij halen. Toen ging hij ze halen en hij bracht ze bij zijn moeder. En zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar, zoals zijn vader het graag had. Daarop nam Rebecca de kostbare kleren van Esau, haar oudste zoon, die ze bij zich in huis had. En trok ze Jacob, haar jongste zoon, aan. Het vel van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over zijn gladde hals. Ze gaf haar zoon Jacob het smakelijk gerecht in handen met het brood dat zij klaargemaakt had. Hij kwam bij zijn vader en zei, mijn vader? En hij zei, zie, hier ben ik. Wie ben je, mijn zoon? Jacob zei tegen zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zei erop tegen zijn zoon, hoe is het mogelijk dat je dat zo snel gevonden hebt, mijn zoon? Hij zei, omdat de Heere uw God het mij heeft laten tegenkomen. Isaac zei tegen Jacob, kom toch wat dichterbij, zodat ik je kan betasten, mijn zoon, of je werkelijk mijn zoon Esau bent of niet. Toen kwam Jacob dichter bij zijn vader Isaac en die betastte hem. Hij zei, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen net als de handen van zijn broer Esau behaard waren. En hij zegende hem. Hij zei, ben je echt mijn zoon Esau? Hij antwoordde, dat ben ik. Toen zei Isaac, zet het wat dichter bij me. Dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan.
Zijn vader Isaac zei tegen hem, kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen en naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. Het gebeurde toen Isaac gereed was met het zegenen van Jacob en Jacob nog maar net bij Isaac was weggegaan. Toen gebeurde dat Esau, zijn broer, van zijn jacht terugkwam. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar en bracht dat bij zijn vader. Hij zei tegen zijn vader, mijn vader, richt u op en eet van het wildbraad van uw zoon, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zijn vader zei tegen hem, wie ben je? Hij zei, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau. Toen beefde Isaac van grote en hevige schrik en zei, wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend en gezegend zal hij zijn. Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide, een bittere schreeuw en zei tegen zijn vader, zegen mij ook. Mij, mijn vader, hij antwoordde echter, je broer is met bedrog gekomen en heeft je zegen afgenomen. Hij zei erop, wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft. Mijn eerstgeboorterecht heeft hij mij afgenomen. En zie, nu heeft hij mij mijn zegen afgenomen. Verder zei hij, hebt u dan geen zegen voor mij overgehouden? Isaac antwoordde en zei tegen Esau, zie, ik heb hem heerser over jou gemaakt en al zijn broers heb ik hem als dienaar gegeven. Ik heb hem van koren en nieuwe wijn voorzien. Wat kan ik dan nog voor je doen, mijn zoon? Daarop zei Esau tegen zijn vader, hebt u alleen maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau begon luid te huilen. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tegen hem, zie, van de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn. Moet eigenlijk vertaald worden, ver van de vruchtbare streken. Hij krijgt het omgekeerde te horen van wat Jacob te horen kreeg. Hij krijgt te horen wat er overschiet als de zegen zoek is. Ver van de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn en van de dauw van de hemel van boven. Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen, maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. Nou, een heel verhaal. Geen gezin om vrolijk van te worden, is het thema. Ofwel. We zullen het zien. Om te beginnen gaan wij nu als antwoord op de verkondiging en als inleiding, als antwoord op de lezing en als inleiding op de verkondiging zingen uit de 139e psalm, vers 1, 5 en 14. Psalm 139, vers 1, 5 en 14 en we doen dat uit de nieuwe berijming. En eerst wil ik alle kinderen even uitnodigen om naar voren te komen. Fijn dat jullie er zijn. Ik ga jullie even voor de gek houden. En dan mogen jullie even raden wie ik ben. Goed? Kijk. Wat zei je? Cristiano Ronaldo. Precies, Cristiano Ronaldo. Nou, dat is mooi. Vind je niet? Het lijkt net echt. Nou ja, net echt.
Het feit dat ik die toga aan heb, dat laat al zien dat ik het natuurlijk niet echt ben. Het gezicht is het gezicht van Ronaldo. Dat zie je zo. Apart, hè? Je kunt elkaar dus voor de gek houden. Hé, weet je hoeveel die meneer Ronaldo kost als voetballer? Wie weet dat? 220 miljoen of zo? Nee, dat is net een beetje te veel. 94 miljoen. Het is maar 94 miljoen. Meer is het niet. Ja. Nou ja, het is wel een hoop waard. Hè? Dan ben je een hoop waard. Nou, dan kun je je ook anders voordoen al zet je geen masker op. Hoe kun je dat doen? Je anders voordoen op school bijvoorbeeld? Wie weet dat? Hoe kun je dat doen? Jij weet het. Ik zie het aan je ogen. Goed voetballen. Nee, niet goed voor. Nee, ik bedoel iets anders nu. Ik bedoel, je zit op school. Je zet een heel aardig gezicht naar de juffrouw. En intussen zit je iets heel ondeugends te doen. Doe je wel eens misschien, hè? Of je geeft iemand van achter even een zet of een schop. En dan kijk je gewoon de andere kant op. Alsof je helemaal niks hebt gedaan. Zo gaat dat, hè? Kunt je anders voordoen. En Jacob deed dat ook. En hij verdiende eraan. Hij kreeg daardoor de eerste zegen. Als ik dit masker opzet, word ik geen 94 miljoen waard. Hebben ze zo door. Isaac had het niet door. Eentje heeft het wel in de gaten. Als je de boel bedot en bedriegt. Wie zou dat zijn? God. God, die kijkt gewoon het dwars doorheen. Door ons hele mooie gezicht. Door het masker wat we opzetten. En dan even nog één vraagje. Als hij het ziet, er gewoon doorheen prikt, zo gezegd. Zegt hij dan, hoepel maar op. Wat zegt God als hij ziet dat wij de boel bedotten? Wat zegt hij dan? Wie weet dat? Nou, ik ben benieuwd. Ja, kom maar naar voren. Kom maar naar mij. Kom maar naar mij, precies. En dan is het om te huilen en dan moet je misschien huilen. Zeg het maar gewoon heel eerlijk en dan beginnen we opnieuw. Dat moet je goed onthouden. Zo is God. Fijne morgen. Oké. Thank you.
We zingen een antwoord op de verkondiging uit de evangelische liedbundel, lied 304, en daarvan de eerste vier coupletten. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Lied 304, de eerste vier coupletten uit de evangelische liedbundel. Gemeente van Christus, broeders en zusters, dat gezin van Jacob, dat was niet zomaar een gezin. God had naar dit gezin omgezien. Om te beginnen naar Abraham, vader van Isaac, opa van Jacob en Esau. En God had gezegd tegen Abraham, je zegen, mijn zegen zul je hebben, jij en je nageslacht. En zo was het gegaan. Isaac gezegend in en door Abraham. En zo leefde dat gezin van Gods genadige omzien. Dat hij zich met hen had ingelaten. Dat ze mochten leven uit zijn hand. Mochten leven van de liefde van zijn hart. Je zou kunnen zeggen, ze vormden met elkaar, met z'n vieren, de gemeente van toen. Het volk van God op aarde. Stelde niet veel voor. Eén gezin. En toch, in hen had God opnieuw een plek in deze wereld. Een nieuw begin. Een begin van zijn koninkrijk. Dat eindeloos zou worden uitgebreid. Zover dat u en ik hier vanochtend zitten. Als kinderen, als nakomelingen van Abraham. Van Isaac, van Jacob, in geestelijke zin. In die zin is er een direct verband tussen toen en daar en hier en nu. Want het is die ene God die opzocht, omziet. Wij mogen niet minder leven van de liefde van zijn hart. Nog veel meer aan het licht gekomen dan toen. In Jezus, binnenste buiten gekeerd, helemaal. Als het moet, wil ik voor jou verloren zijn. En sterven. Verdoemd wezen. Opdat jij verzoend zou zijn. Zou mogen leven. In vrede. In vrijheid, in de ruimte, hier en nu en tot in alle eeuwigheid. Me dunkt, royaler bedeeld zijn wij dan die vier toen. Toch? Intussen is de Geest onder ons, God zelf bij ons onder dak gekomen. Net als toen, daar, in die tent. Daar woonde hij met zijn woord. Daar wilde hij zijn met zijn geest. Een gezin doorademd van zijn liefde. Van zijn genade. Van zijn omzien. Een gezegend gezin, zo gezegd. Nou, je zou denken dat het er daar natuurlijk anders aan toe gaat dan elders. Geloviger en beter. En gezelliger en blijer. En dat ze sowieso met elkaar heel dankbaar waren voor wie God voor hen was. Ook verrast door die omkering. Dat de jongste, Jacob, niet bij voorbaat onderbedeeld was. Maar dat hij als een geschenk van de hemel mocht delen in de eerste zegen. En ook dat de oudste niet automatisch bevoordeeld
werd door God, maar dat die genade ook alleen kon ontvangen als geschenk door te buigen en zijn hand op te houden. En via zijn broer, de jongste, dan te delen in diezelfde de zegen. God had de logica doorbroken. Dat de oudste bij voorbaat nummer 1 stond en de jongste bij voorbaat nummer 2 was. God had het genadig omgekeerd. En zowel die Jacob als die Esau. Ieder op een eigen manier. Ze ontvingen dat wat God hen had bereid alleen als genade. Jacob, omdat hij, voordat hij iets had gevraagd, ermee werd verrast. En Esau, omdat genade voor hem niet een soort automatisch bezit zou zijn, maar iets wat hij ontving door te buigen en zijn hand op te houden. Nou, mooier kun je toch niet hebben, zou je zeggen. Maar wat raakten ze geïrriteerd met elkaar. In plaats van zich samen genadig bedeeld te voelen door de hemel, kwam er gelijk rivaliteit. Werd het een gevecht. Eerst heel stiekem, onderhuids, maar gaandeweg openlijker. En op het laatst wordt het echt drama. Dat komt ervan als je leeft bij je eigen logica, in plaats bij dat ongekende van God, die genadige omkering, waarin hij de schema's doorbreekt. Laten we eens even gaan kijken naar het verhaal. Ieder heeft zo zijn eigen rol in het geheel. Om te beginnen Isaac. Oud en verzwakt ziet hij zijn einde naderen. Het moment, zo voelt hij, om de zegen door te geven, is aangebroken. Ja, dat is mooi van die Isaac, voordat je hem nou helemaal afschrijft en wegzet. Hij weet, er is een zegen en die zegen moet worden doorgegeven. In Hebreeën 11 staat dan ook, door het geloof, heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend. Isaac die weet één ding, dat wat ik ontving van mijn vader, daar waar ik zelf uit leven mocht, dat moet verder. Ja, daar gaat hij voor. En tussen, terwijl hij gelooft, gaat hij zijn eigen gang. En Calvijn, die schrijft hierbij, hij geloofde, maar zijn geloof was in de war. In die zin dat hij zijn eigen weg ging. Hij deed naar de gewoonte van toen, in plaats dat hij gehoor gaf aan wat God ooit had gezegd. Ja, en dan vraag je af, wist hij er soms helemaal niet van? Had Rebecca het voor zichzelf gehouden? Of wilde hij er niet meer van weten? Dat kan ook. Was het misschien weggezakt? Was hij het min of meer vergeten? Gek genoeg kan dat gebeuren, hè? Dat wat je eerder van God vernam en heel helder allemaal voor je was, dat dat gewoon wat wegraakt. Zoek. Je denkt er niet meer aan. Het komt niet meer in je op. Eén ding is in ieder geval heel helder en duidelijk. Met dat je ouder
Wordt de wandel met God er niet vanzelf beter op? Kan zomaar herkenbaar zijn. Als je het vergelijkt met de dag dat je belijdenis van je geloof aflegde. En nu, wat is er intussen niet weggeraakt? Dingen die toen je helden voor ogen stonden, komen nu soms helemaal niet meer in je op. Apart, hè? Het was zo duidelijk allemaal. En nu wazig. Ja, dat was het bij Isaac ook. Zijn ogen, staat er, waren dof geworden. Nou, niet alleen heel letterlijk, maar ook geestelijk. Wazig. Er staat later in de tweede brief van Petrus dat je bijziend kunt worden, geestelijk. Dan zie je het niet meer helder wat God voor ogen staat. Dan kijk je alleen maar naar wat voor ogen is. Dat kan. Dat je blind wordt op twee manieren. Als je ouder bent geworden. En dat het samen opgaat. En daarom ja, wel door geloof de zegen doorgeven, maar intussen riep die Esau. Wat kunnen de dingen toch raar samen opgaan? Esau, zijn trots. Al had Esau bitter weinig met God. Dat was intussen wel gebleken. De jager. Ja, de jager die nergens bang voor is en was. En zo wordt hij door Isaac ook omschreven, hè? Alsof hij, ja, toch even nog zijn bewondering wil uitspreken. Je jachtgerei, pijlkoker, je boog. Ga erop uit. Esau, jongen. Je hebt al zo vaak iets goeds geschoten en iets lekkers voor me klaargemaakt. Doe het nog eens. Voor het laatst misschien. En verwen je vader nog eens een keer. Wat is dat toch? Was Esau soms de man die Isaac ergens diep in zijn hart zelf had willen zijn? Want Isaac, ik weet niet of het u wel eens opgevallen is een beetje onopvallend figuur, hè? Een beetje teruggetrokken. Net alsof hij niet echt een man geworden is. Daar worden hele psychologische verklaringen op losgelaten. Dat het ook iets te maken zou hebben met dat offer ooit. Is ook niet niks als je vader je vastbindt op een altaar. Maar alsof hij er nooit helemaal bovenuit gekomen is. De kleine jongen is gebleven. En dan is Esau, ja, dat is dan je man. Nou ja, psychologie. Maar hoeveel psychologie zit er niet in het leven? Waardoor de dingen soms zo gaan zoals ze gaan. Dingen ook die je aanvankelijk niet snapt. En dat je zegt, hoe kan dat nou? Maar ja, dan gebeurt het toch. Dat Esau je trots wordt. En dat die Jacob je een beetje irriteert, dat terug, ook een beetje die teruggetrokken jongen, die herinnert je dan te veel aan jezelf. Aan wat je niet had willen zijn, en dat zie je dan terug in dat kind. Kan gebeuren, hè? Ook nu. En daar kunnen dingen heel vervelend door scheef gaan lopen. Dat de een je trots is en je ander je irriteert, je wilt het niet, maar het gebeurt wel. Nou ja, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou zomaar kunnen wezen. Het zijn in ieder geval levensechte verhalen. Geen sprookjes, dat zie je zo. Het is zo echt als wat hier gebeurt. Net zo echt als dat het nu er soms aan toe gaat. In ieder geval ging het er al veel, veel langer heel menselijk aan toe. Want in hoofdstuk 25, vers 28, daar staat het gewoon zwart op wit. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Oh ja. Die jongen die kan zo lekker eten klaarmaken. Dat is mijn lieveling. En Rebecca, daarentegen, had Jacob lief. Ja, die was meer bij haar in de tent. Die twee, die hadden wat met elkaar.
heel anders dan Esau. Een jongen waarmee zij kon lezen en schrijven. Nou ja. Reken in ieder geval maar dat die verschillende voorkeur ook tussen Isaac en Rebecca de nodige afstand hebben gegeven. Zou het, ja, en dan stop ik hoor met suggereren, maar ik probeer gewoon het verhaal heel menselijk te lezen. Zou het soms mede daardoor gekomen zijn dat Isaac geen boodschap meer had aan wat Rebecca als geheim met zich meedroeg? Jij met je Jacob, geef mij Esau maar, weet je wel? En voelde Rebecca dat aan en riep ze Isaac om die reden niet in dit hoofdstuk tot de orde. Hé, ik hoor jou wat zeggen tegen Esau, Isaac, maar dat klopt niet, hè? Dat weet jij ook wel. Wat je nu gaat doen, gaat lijnrecht tegen God in. Ik hoor het haar niet doen. Had ze kunnen doen, toch, zou je zeggen, maar ze doet het niet. Was het soms omdat ze ergens voelde dat hij naar haar geen oren meer had? Daar bemoei je mee, mens. Ik doe wat ik wil. Punt. Zoiets. Nou ja. In ieder geval kan ook dat helaas herkenbaar zijn. Dat je allebei gelooft. Dat er een afstand groeit, verwijdering. En dat je niet meer door elkaar, zelfs niet in Gods naam, terecht laat wijzen. Zoek het uit jij. Wat jij geloven wil, moet jij weten, ik geloof op mijn manier. Zoiets. Het gaat in ieder geval verschrikkelijk menselijk aan toe daar in die tent. En dat allemaal ergens onder het mom van God. Dat was misschien wel het grootste drama. Rebecca, laten we even inzoomen op haar. Ze hoorde het. En als de wiedewaai komt ze in actie. Waarom? Nou, ja, de belofte zat haar hoog. Isaac geloofde, ik heb het net gezegd, dwars door alles heen en wat je verder ook over hem zeggen kunt. Maar Rebecca niet minder. Die belofte, ooit gehoord van God zelf, nota bene. Het kan niet bestaan dat dat nu alsnog verkeerd zou lopen. Wie kan het haar kwalijk nemen? Ze moet in actie komen. Ze weet van God. En omdat ze van hem weet en van wat hij heeft gezegd, moet ze nu iets doen. Want dat wat hij gezegd heeft, dat zal gebeuren. En ze roept hem. Jacob. Moest luisteren, Jacob. Ik heb dit en dat gehoord, maar dat gaat niet gebeuren. En ze heeft zoiets als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Doe wat ik zeg, zegt ze tegen Jacob. Doe wat ik zeg. En ze heeft gelijk een plan. Een slimme vrouw, die Rebecca. Gelijk een heel plan. Je zou bijna denken, de geest die brengt haar op gedachten. Ja, een mens kan de dingen soms raar verwarren. Dat je denkt dat het de geest is en dat het intussen niet deugt. Nou ja, hoe dan ook. Die Jacob, die aarzelt nog even en die wijst op het mogelijke gevaar van ontdekking. En mijn broer heeft een behaarde huid, ik een gladde, mijn vader heeft het zo door. Maar zij, Rebecca, veegt het gelijk van tafel. Weet je wat, Jacob, laten we dit afspreken. Het risico, de vloek, is voor mij. En wist hem zo te overtuigen. Zette haar goede relatie met hem in om hem naar zijn hand te zetten. Dat kunnen vaders en moeders doen, blijkbaar. Hij speelt in ieder geval het spel nu mee. Natuurlijk zullen vast en zeker, dat vermoed ik zomaar, even gerepeteerd hebben. Maar wat moet ik dan zeggen? Nou, dit en dat. En laten we het samen gewoon eens even proberen. Zodat je de antwoorden goed helder hebt.
En misschien heeft ze ook nog wel tussendoor gezegd, jongen, ik snap dat het allemaal ingewikkeld is, maar niet bang zijn, hè. Het is Gods belofte, hij staat aan onze zij. Dus ga nou maar. Een mens die haalt de dingen soms raar door elkaar. U nooit? Is het in uw leven, jouw leven, altijd allemaal recht toe, recht aan, even duidelijk? U mag het zeggen. Ik hoef het niet voor je uit te maken. Ik hoef alleen maar te kijken naar mezelf. In ieder geval, het kan zomaar gebeuren. In het gezin van de levende God notabene. Dat je helemaal voor hem gaat en voor zijn woord en voor zijn belofte en voor zijn zegen. En terwijl je intussen dingen doet die voor geen meter deugen. Nee, niet zo extreem als hier misschien. En zo bewust en doortrapt. Maar toch. Wat onbewuster, maar intussen de zaak bedot, beduvelt. Dingen roept waar je meer kwaad mee doet dan goed. Ook in de gemeente. Elkaar de loef afsteekt, elkaar probeert te slim af te wezen langs slinkse wegen. Volmaakt is het nog bij lange na niet, of wel? In de relaties die we hebben. Bij jou in de tent. Hier in de tent. In het gezin van de levende God. Misschien heeft Rebecca wel. Misschien zou Rebecca, als ze werd betrapt, achteraf iets hebben gezegd van, ja hoor eens, ik kon toch niet anders. Ik moest wel. De belofte. Ja. Maar was dat nou zo? Was haar eerste impuls echt de enige optie? Nou ja, laten we inzoomen op Jacob. Een toneelspeler eerste klas. Hij lijkt een beetje teruggetrokken, maar nu die eenmaal over de drempel heen is, is die ook niet meer te houden. De leugens buitelen over elkaar heen. Hij liegt er gewoon op los. Hij heeft goed gerepeteerd, zo gezegd. De antwoorden komen als vanzelf. Niks met knikkende knieën. Gewoon liegen alsof het gedrukt staat. Zoiets, dat zie je hier. Lees het nog maar eens na vandaag. Je staat versteld. Geen enkele aarzeling. De antwoorden komen er zo uit. In één keer. Hoe kan dat toch? Want in hoofdstuk 25, vers 27, daar staat, behalve dat Isaac Esau lief had en Rebecca Jacob, er staat ook van die twee nog wat. Zal ik u voorlezen? Esau was een man ervaren in de jacht. Ik zei het al, een jager. Nou ja, dat zegt genoeg, toch? Jacob was echter een oprecht man. En dan moet je niet gelijk een stuk schijnheil van hem maken. Dat doen wij dan weer. Ik wou, de Jacob, een vroom jongetje. Nee, gewoon oprecht. Mag het alsjeblieft? Mag die gewoon oprecht zijn? Mag het gewoon zo blijven staan als het hier staat? Een man, recht toe, recht aan, naar God toe. En met zijn moeder, wat is daar verkeerd aan? Het lijkt me toch gewoon alleen maar mooi. En toch, die man, en dat maakt het schrijnende rood. Kijk, als het altijd al een schijnheil was geweest, een vrome oplichter, dan is het logisch dat hij hier als toneelspeler aan het licht komt. Maar dat was hij dus niet. Dat was hij niet. Tuurlijk, hij had zijn naam niet mee, Hielenlichter. Niet leuk om zo te heten. Maar misschien daarom eens te meer zijn best gedaan om oprecht te zijn. Zou ook nog kunnen, hè?
Ik heet wel zo, maar ik ben niet zo. Zou toch kunnen? De Bijbel geeft daar hele goede reden voor. En dan toch hier ineens. Toneelspeler eerste klas. Akelig, hè, als je dat bedenkt. Dat het hand in hand kan gaan. In de tent van Isaac. In de keuken van Rebecca. In de ontmoeting tussen vader en zoon. In het gezin van de levende God. De Bijbel is een eerlijk boek, vind je niet? Ik vind de Bijbel een ontzettend eerlijk boek. Het maakt gelovigen nooit mooier dan ze zijn. Als het was verzonnen, had je een heel ander verhaal gekregen. Dan was Esau alleen de kwaaie pier geweest en Jacob de goede jongen. Maar zo is het dus niet. Het blijken van dezelfde lap gescheurd te zijn. Al is de een oprecht en heeft de ander niet veel met God. En je hebt zelfs meer sympathie op het eerste gehoor en eerste gezicht voor Esau dan voor Jacob. Die is de mens terecht toe, recht aan. Dat is de mens, de man waarvan je weet wat je dan hebt. Maar die Jacob, net als nu, weet je wel. Die mensen die zondags in de kerk zitten. Nee, ze zijn geen haar beter. Maar ze kunnen zomaar meer irriteren. Omdat ze zeggen God aan hun zij te hebben. En intussen de kat in het donker knijpen. De boel bedotten, als het even kan. Nou ja, het verhaal is zo actueel als wat. En daarom een betrouwbaar verhaal, hoor, dit. Hoef je echt niet over te denken van, klopt dat nou allemaal wel? En het staat wel in de Bijbel, maar is toch een beetje raar? En is dat niet verzonnen? Nee, natuurlijk is dat niet verzonnen. Dat is de werkelijkheid. De realiteit tot op de dag van vandaag. Zo betrouwbaar als wat, helaas. Kun je twee dingen doen? Of drie dingen eigenlijk. Kun je op afgeven, zeg nou, die lui in de Bijbel, als je daarvan leren moet, dat heb je wel eens, hè? Dat hoor je wel eens zo in de wereld. Poef, gekke verhalen er in de Bijbel, poef, ineens erop afgeven. Wat je ook kunt doen, dat gebeurt nog wel eens in de kerk, dat mensen zich erachter verschuilen. Ach, die Jacob, nou ja, ik ben ook maar een Jacob. Oh ja. En je kunt het derde doen. Dat je midden in je eigen tekort je eraan optrekt, God, dat deze mensen niet worden weggeschreven, afgeschreven door u. Wat goed. Maar wat goed, ook voor mij. Jacob haalde zelfs God erbij, hè? Dat hebben we gelezen. Jongen, waar kom je toch zo snel vandaan? Nou, de Heere, uw God heeft mij. Oh ja. Nou, dat was niet zo handig van Jacob, dat hij God erbij sleepte. Hij maakte zich er verdacht mee. Want zoiets zou Esau niet zo gauw zeggen. Als hij een goed stuk wild geschoten had. En daarom zegt Jacob ook, de stem is niet de stem van Esau. En dat is niet alleen qua stemgeluid, maar zo qua inhoud. Dat is Esau niet. Dat voelt Jacob. Dit is Esau niet. Even aarzelde Isaac. Klopt niet. Maar dan ineens dan winnen verblinding en de geur vooral, de geur van het wildbraad, het van de aarzeling. Ook weer zo'n menselijk trekje, vind je niet? Zoals zo vaak. Wat er dan wint. Je aarzelt even bij dit, bij dat. Het klopt niet, je weet het. Maar wat geeft dan de doorslag? U mag het zeggen. Het kan zomaar gebeuren dat je denkt, ach laat ook maar. En intussen zit de smullen van het wildbraad en drinkt van de wijn. Tja, en intussen gebeurde wat God gezegd had. Door dit hele gedoe heen, wat nergens naar lijkt. Waar je commentaar op kunt hebben bij het leven. Waarvan je denkt, hoe bestaat het allemaal? Daardoorheen werkt God. Ontving Jacob de zegen. En in Jacob ook Esau, want zei Isaac,
Jij zult gezegend zijn en in jou je broers. Ezo mag erin delen, in dat wat jij van Gods wegen ontvangt. En jij zult het hem niet onthouden als hij erom komt. Dezelfde genade voor jullie allebei. Door het geloof heeft Isaac Jacob en Esau gezegend. Het is maar dat je het weet. Isaac had het zelf niet eens goed door. Maar het gebeurde wel. God trekt de een niet voor ten koste van de ander. God zet Esau niet bij voorbaat in de hoek als afgeschreven. Je mag meedoen, Esau, maar wel op je knieën. En niet omdat het automatisch jouw bezit is. Genade. En Jacob, al heb je het er niet naar gemaakt, en dan ben je de jongste, en dan zou je bijvoorbeeld afgeschreven moeten zijn, je mag het ervan hebben. Volop, voluit. Door het geloof heeft Isaac Jacob en Esau gezegend. Het gebeurt. Isaac die spreekt het gewoon zelfs ondermonden uit. Jij gezegend en in jou je broers. Al had hij er maar één. Ja, hoe zit dat nou, hè? Nou zeggen de mensen dan, het moest gewoon zo wezen, dominee. Nou, dat gaat wel heel snel. Het moest gewoon zo wezen. En het is ook net iets te makkelijk, lijkt mij. Alsof alles wat wij uitpoken een soort onontkoombaar iets is, een lot, waardoorheen God dan toch het zijne doet. Waarbij hij, God zelf, natuurlijk ongemerkt verdachte wordt. Nou, God laat het allemaal maar gebeuren, want dat moest natuurlijk zo uitkomen. En dan, voordat je het weet, zit God in de beklaagde bank. Snap je toch niet, hè, dat God het zo aangepakt heeft en het zo heeft laten gaan. Maar ja, het moest natuurlijk. Kunnen die mensen eigenlijk ook niks aan doen. Zijn eigenlijk het slachtoffer van het lot van God. Lijkt me niet helemaal terecht. Dan lees je het verhaal omgekeerd. Dan zet je de dingen op zijn kop. Ik zou het anders willen zeggen. God moet het gewoon met deze mensen doen. Hij heeft niet anders dan ons. Had natuurlijk een ander gezin uit kunnen kiezen. Iemand anders dan Abraham. En dan met die man en zijn nageslacht op weg kunnen gaan. Maar ja, ik denk dat het hetzelfde liedje was geweest. Denk je niet? Allemaal kinderen van Adam. Dus ja. Inclusief Abraham. God moet het gewoon met ons doen. Dat is het materiaal dat hij heeft, zo gezegd. Meer heeft hij niet dan mensen die weggelopen zijn en die hij met alles wat in hem is erbij moet halen en erbij moet houden. En die zo dwars zijn als het maar kan, eigen gereid, zondig, vergeetachtig als het gaat om hem, dwars tegen de draad. Doorzetten wat ze zelf bedenken. Daar moet hij het mee doen. Met u en mij. Met die mensen toen en met mensen nu. Met mensen waar geen land mee te bezeilen is soms. Die aan de ene kant helemaal met hem meegaan en dan toch gewoon hun eigen weg gaan. Met mensen die dingen kunnen combineren die helemaal niet te combineren zijn. Met die mensen. Daar moet hij het mee doen. Het is geregeld te gek voor woorden. Ik geef het u gelijk gewonnen. Maar dat heet in de Bijbel genade. En daar hoorden we over uit Efeze, in Efeze 4. Mensen uitverkoren, moet u de eerste hoofdstukjes lezen. Uitverkoren in hem om onberispelijk te zijn voor hem in de liefde. En moet je kijken wat er in hoofdstuk 4 voorbij komt. Dat ze geneigd zijn terug te vallen in hun oude doen en laten. En het gewoon weer wordt als het altijd was geweest. Niet anders dan de rest. Net als de heidenen om hen heen. Precies hetzelfde liedje. Terwijl de geest intussen in hen woont. Nou,
als dat geen bedroeven van de geest is. Is de geest bij je onderdak, in de tent en intussen doe je maar wat. Staat gewoon in de brief van Efeze. Verhaal van Genesis 27. Dat wat er in die gemeente van Efeze gebeurt. Het lijkt verdacht veel op elkaar. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat God, terwijl hij het met ons moet doen, niet opgeeft. Niet zegt, nou laat dan maar. Dat hij doorgaat. Volhoudt. Trouw is. Hij trekt de zegen niet in. Hij zegt, ik ga naar elders. Hier is geen eer aan te behalen. Nee, hij gaat door. Toen, daar, in dat gezin. Hij gaat door met u en mij. Geen gezin zijn wij, bij lange na niet altijd in ieder geval, voor God om trots op te wezen, om in voor de dag te komen. En toch, hij heeft ons lief. En in die liefde heeft hij geduld. En geeft hij niet op. Hij neemt de zegen niet bij je vandaan. Hij zegt, jij mag het ondanks alles er toch van hebben. Jullie met elkaar. Jullie met z'n allen. Van dat wat ik heb bereid. En van dat wat ik je toezeg. Van Jezus. Dat hij je heeft verzoend. En van mijn geest. En weet je, jullie bestaan met z'n allen in mijn geduld. Ik ben met je begonnen en ik geef niet op. Dat heet eeuwige liefde. Dat is verkiezende genade. Wat er ook aan schort. Verkoren waren ze. En God zei, ik geef niet op. Ik laat niet los. En hij doet het tot op de dag van vandaag. Wij bestaan in zijn geduld. Later zal hij bij monden van de profeet Maleachi zeggen. Ik, de ik ben die ik ben, word niet veranderd. En daarom zijn jullie, kinderen van Jacob, niet verteerd. Het is maar dat je het weet. En dan tenslotte Esau nog. Vader, vader, alsjeblieft toch nog voor mij ook een zegen. Jongen, ik heb de zegen aan Jacob gegeven en in hem zul je gezegend zijn. Nee, vader, dat niet. Nee, die bedrieger, ik hoef via hem echt niks te hebben. Hij heeft me nu 2 keer bedrogen. Er staat later in de Bijbel dat Esau een plek zocht van berouw met tranen. Maar dat is een verkeerde vertaling. Er staat eigenlijk dat hij probeerde zijn vader met tranen op andere gedachten te brengen. En dat klopt precies met het verhaal. Vader alsnog. Nee, zegt Isaac, ik kan niet. Maar in Jacob, in je broeder, Jacob kan doodvallen met zijn zegen en met zijn God. Zoiets, zegt Esau. Dat zegt hij later ook hardop. Ik wil hem wel een handje helpen ook. Ja, wat hou je dan over? Nou ja, de zegen die Isaac uitspreekt. Een zegen van niks. Weg van alles wat aan Jacob is toegezegd. Zelf overleven op je zwaard. Uiteindelijk alles van je afschudden. Als vrij man door het leven gaan. En dan, totdat je de dood bij neervalt. Drama. Ik zou me bukken, Esau, en wie je ook bent. Ik zou mijn hand maar ophouden, in plaats van zo'n grote mond te hebben. Ik zou toch maar komen om de zegen aan Jacob, om de zegen van Jezus. Amen.
van vrees en schaamte.